ik ben Kees Riemersma en ik ga een vlogje maken. Even kijken als mij dat ook lukt. Maar, en ja, ik heb een eigen kanaal, Kees Movies. Kees Movies, hè? Dus daar, upload ik allemaal filmpjes, dus dat gaat zeker goed komen. En ook vlogjes. Ik probeer een vlog te maken en kijken als het lukt. Want ja, misschien ben ik er niet goed in of zo. Dus dan kan ik wel verder eens over mij. Ik ga wat over mij vertellen. Tuurlijk. Ik ben Kees Riemersma, ik ben 40 jaar. Kom uit Sneek. Ik werk overdag. En mijn hobby's zijn. Trainen. Ik train thuis. Want dat is veel beter. Ik heb ook bij Basic Fit gezeten. En dat beviel mij niet zo. Wel goedkoop, 17 euro. Ze zeggen 15 euro, maar er komen geen kassokosten bij. Maar wordt er nog nooit bij verteld natuurlijk. Hè? Dat weet je wel hoe het gaat daar. Verder is ook shoppen. Ik shop veel. Nou ja, zoals shop veel. Ik shop wel. Ik shop veel. Nee, ik winkel wel eens af en toe. En zit vaak op internet, YouTube en dat soort dingen. En verder heb ik een maat. Die komt af en toe bij mij. Niet zo vaak meer tegenwoordig. Hoe kan, weet ik niet. Gaat vaak naar de film. Van allemaal film. Nee, maar naar de bioscoop hier. Nee, gaat hij steeds heen. Nou, moet zelf uit naartoe. Dan heb ik niet zoveel. Ik kom laatst daarin. Niet zoveel meer bij de bioscoop. Hoe dat komt, weet ik niet. Mooi kapoeter, hè? Dit is mijn kapoeter. Mijn YouTube-kanaal, Kees Movies. Ik ben er nog aan het bewerken. Dat komt allemaal wel goed. In ieder geval, ik kom niet zo vaak bij de bios. Ik zie meestal filmpjes op internet, op tv. DVD laatste tijd ook niet zoveel meer. Hoe dat kan, weet ik ook niet. Dat zit er ook overal mee. Dus, maar, ja. Verder, ik heb ook een broer. En een moeder. Mijn vader leeft helaas niet meer. Wel jammer trouwens, ik zo 5 jaar weg. Dus, en een schoonzusje heb ik. En ja. Verder had ik wel een date met een meisje. Ik ben vrijgezel. Maar die laat niks meer van haar weten. Dus dan moet het van mij ook niet meer. Nou? Dan moet het van mij ook niet meer. Verder ja, ik. Ja. Ik probeer dus wat te vloggen en wat filmpjes op mijn kanaal te flikkeren. Oh, te flikkeren, online te gooien natuurlijk. En ik volg ook een paar YouTubers dus. Dus ik probeer wel wat te doen op YouTube. Maar ik zal natuurlijk geen duizenden abonnees krijgen. Dat denk ik ook niet. Maar je weet het maar nooit. Je weet het maar nooit. Hoe vaak gooi ik een vlog online? Dat hangt er vanaf. Misschien 1 keer in de week. Als het goed gaat. 2 keer in de week. Dan moet ik even bekijken. Hoe het allemaal gaat en zo. Moet natuurlijk wel publiek krijgen. Maar misschien gaat dat wel lukken. Ja, ik. Ja, wat zal ik nog meer vertellen? Wat doe ik nog meer? Ik werk. Ik ben gedetacheerd bij een bedrijf. Ik ga geen namen noemen. U weet maar nooit. Wat voor consequenties dat heeft. Dus dat weet je me nooit. En dat kan natuurlijk ook consequenties van mij hebben. Maar ik zou zeggen. Ik ga deze vlog weer even sluiten. Voor deze keer. Ik kom waarschijnlijk wel weer met de vlog. Hoop ik wel tenminste. Dat doe ik mijn best voor. Hoe vaak in de week. Dat weet ik niet. Misschien 1 keer. 2 keer in de week. Dat moet ik even kijken. Ik ga niet elke dag vloggen. Want ik heb daar geen tijd voor. Ik heb overdag heb ik werk. S'avonds train ik met gewichten. Ik moet s'avonds ook wel eens ergens heen en zo. Dus, maar ik probeer in ieder geval wat te vloggen. En als dat succes wordt natuurlijk. Dat hoop ik wel natuurlijk. Ik zou zeggen, ik spreek jullie later weer. Dit was een vlogje van mij. Ik zou zeggen, doe rustig aan. Ik spreek jullie later weer. Hoi!